Zo mensen, ik zit lekker bij de kapper. Ja, ik stond los op de zaak. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Karen Staalman van der Werf. Ik ben Roderick Staalman van der Werf. En het is vandaag namelijk weer woensdag 20 mei. Het is een beetje bewolkt, maar het zonnetje schijnt. Het is 11:15 en we zitten dus zoals jullie zien lekker aan de eettafel. Ga lekker eten. En sowieso even vandaag even de kapper bellen of ik daar vandaag terecht kan in verband met de nieuwe maatregelen van het overheid. Dus daar moeten we allemaal mee leven. Maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier. Wat? Oké. Okay. Ja, je doet je best maar hoor. Altijd mijn best. Ja, ik heb dus toen tegen Ro gezegd dat ik deze pot fans... En nee, ik maak geen reclame. En ik maak wel reclame, maar ik word er niet voor gesponsord. Jammer. Deze heb ik dus eigenlijk voor mijn lieftallige mannetje gekocht. Want dat vond hij ook lekker, deze chocoladepasta. Dus Rodi zegt van nou, dan zal ik deze hele pot even opmaken. Ik zei nou ja, je doet je best, maar ja, vind ik niet erg hoor. Nee, ik niet. Nee. Zot. Hoezo? Waarom nou weer zot? Gewoon zot. Is dat zo? Dat is gewoon zot. Dat weet ik niet. Waarom? Je eet nou een pot glas op. Nee, en de inhoud. Ja, de inhoud. Ja, daar kun je ook deze pot op maken. Ja, nou, en de inhoud, ja. De inhoud is wel anders. Ja. Dus. Nou, ik heb een afspraak gemaakt bij de kapper. Ja, om 3 uur. Ja. Nou, dan krijg ik ook gewoon waarschijnlijk van tevoren bij de ingang een check. Nou ja, dat is voor mij nieuw. Normaal dan zou Ro altijd met mij meegaan. Dus dat is ook weer spannend voor mij van hoe ga ik dit doen. Ik ga gewoon op de fiets. Dus dat is ook wel weer een overwinning voor mezelf. Dus dan hou ik jou ook wel op de hoogte als ik weer thuis ben hoe het is gegaan. Lijkt me handig. Ik zit nu al helemaal te shaken van hoe gaat dat gebeuren. Nee, maar gewoon in mezelf. Zo. Zo, die moest eruit, jongens. Ja. Dus ja, maar... Wat? Ja, een scheet die moet eruit bij mij. Ja. Ik mag dat niet inhouden. Nee. Niemand volgens mij, maar... nee, maar... Erop. Ja, nou ja. Maakt niet uit. En er zijn zoveel YouTubers en die dat doen. Jammer dan. Ah, ik stik nog niet eens. Schij uit, vent. Gekkie. Maar nee, Rodi moet dus gewoon weer straks werken. En ik ga dus schoenen kopen. Even andere schoenen, want deze zijn een beetje op. Dus ja, geld uitgeven. En nog een beetje boodschapjes doen, alvast. En dan zaterdag lekker de hele Zuid-Holland door, toch? En geen Noord-Holland nog, maar Zuid-Holland. Ja, ook nog. Volgende week zaterdag is het wel Noord-Holland. Ja, Zuid-Noord-Holland. Ja, Zuid- en Noord-Holland, ja, gaan we door. Noord-Holland, maar dan het zuiden. Gaan we door. En bij, ja, precies. Dus, ja, bij Lisse ongeveer. En dan zijn we ongeveer op de helft, toch? Dan zijn we... Ja, dan zijn we in het zuiden van Noord-Holland. Ja, precies. En dan zitten we net lekker op de grens ergens, ja, toch? Ja, van de grens van Noord- en Zuid-Holland. Ja. Dus, want dan is mijn oom jarig, ja, dus dan gaan we lekker op bezoek. Yes. Gezellig. Heel gezellig, ja. Dus, moet helemaal weer uit. Als je dit kijkt, wacht, gefeliciteerd. Nou. Je spoort niet, maar dat wist ik al, scheelt weer. Ik heb er ook geen rails hier, daar ging ik niet te sporen. Nee, precies, en ik had jeuk. Dus ja. Nou, en zo ziet mijn haar dus eruit. Nog zonder de kapper. Nou, dat zie je. Dat is helemaal niet mooi. Nee. Totaal niet. Is het zo? Is het zo? Speedy. Hey. Dus... We gaan het zien hoe het straks eruit ziet. Het is nu nog 12:30, dus ik moet nog even wachten. Het ziet er echt niet uit. Dus ja, komt wel goed. Wil jij het ook vertellen dan? Mauw. Hoi. Speedo. Wil jij het ook vertellen dan? Mag wel. Mag wel. Nee. Meneer Dick. Nou, en ik sta dus bij de kapper buiten te wachten. Ja, je mag dus niet meer binnen zitten zelf. Dus zo ziet het er nog uit. En dan hoop ik dat het zo meteen beter is. Dus, maar goed. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik wel. Zo mensen, ik zit lekker bij de kapper. En zij wilde niet op, dus dat respecteren we dan maar. Hè? Ja. Lekker, kijk hoe mooi ze dat zo lekker doet. Heerlijk. Vind ik zo lekker. Massage. Ja, precies. Vind ik zo lekker. Vind ik heerlijk. Wil je er ook een conditioner in? Nee, dat hoeft niet. Nou, bij de kapper geweest. Ziet er volgens mij een heel stuk beter uit. Ja. Ik ga nu eventjes naar de Jumbo. Even daar nog even wat kijken wat ik kan halen. En ik heb een opdracht van Ro om dus iets qua fruit te halen wat ik lekker vind. Dus ik heb een vermoeden van mandarijnen, want dat vind ik wel lekker. En ik moet een fruithapje voor gaan maken. Dus dat wordt nog wat. Dus, maar dat komt wel goed. En ik heb een hele tas. Dus ik ga ook nog een shopvlog opnemen. Zo, goedemorgen. Ja, ik sta dus nu en bij mijn fiets. Dat is allemaal ingeladen. Dit is ingeladen. Ik heb het net eigenlijk even dicht gedaan, maar dit is ingeladen. Dus ik ga zo meteen weer op de fiets naar huis. Nou, mijn haar ziet er een heel stuk beter uit. Wat jullie al kunnen zien, daar ben ik heel blij mee. Ik ga hem nu eventjes weer even in mijn staartje doen, zoals ik het had. Dan vind ik het prima. Dat had ik. Dus, en dit heeft ze ook weer mooi gedaan. Kijk, onwijs mooi toch? Ja. Dus ja, ik ga hem even weer in mijn stage doen en dan vind ik het best. Ja, en toen zat ik op de fiets en mijn telefoon vast, wat eigenlijk niet mag. Maar anders kan ik jullie dus niet op de hoogte stellen en brengen wat ik allemaal aan het doen ben. Ik ga dus nu weer even weg om even een andere zonnebril te scoren. Hoop ik en dat het werkt en lukt. Dus ja, gaan we daar even voor kijken. Zo, nou ik ga even vanaf hier even zo'n soort shopblog opnemen, even zo. Want anders dan heb ik last waarschijnlijk van copyright. Geen zin in. Nou, ik ga even wat laten zien wat ik heb gekocht. Dus welkom bij deze nieuwe shopvlog. Ik heb sowieso deze gehaald bij de Action. Deze vind ik zelf ideaal, maar ik hoop hem niet meer. Zo, goedemorgen. Zo. Ik had hem dus niet meer. En nu dus weer wel. Daar ben ik heel blij mee. Dan heb ik een wiebel-ei. Voor de hondjes. Een blauwe en een groene. Mag ook niet ontbreken. Dan heb ik deze. En dan heb ik hem ook nog in de roze vorm. Die heb ik hier neergezet. Kijk. Lekker roosgeur. Maar ja, ik moet ook het een en ander weer mee naar boven nemen. Dus dan, ja. En ik heb twee nieuwe mandjes gekocht voor hier in de schuur. Dat is deze formaat. Die mandjes die waren, om te zeggen... Kijk, die mandjes waren... Even kokkeloeren. Dit is 11 liter. 1,99. Ja. En dan heb ik ook nog een bedtrek overzet. Een nieuwe. Ik vond hem zelf ook heel mooi. Dat is deze. En die was maar liefst. Even kijken. 200 bij 220. €16,50. Ja, dat is gewoon niet duur. Nee. Dus deze gaan hier sowieso hier blijven. Dan heb ik gewoon ook andere dingen gekocht. Zoals weer even mijn verzwaating. Ja, vind ik leuk. Waarom ik het leuk vind, mensen, weet ik niet. Maar ja, en ik heb nieuwe schoenen sowieso. Ja, die laat ik ook even zien gelijk. Ja. Ja. Laat ik gelijk even zien. Ja, deze heb ik dus bij Van Haren vandaan. Dat ruikt zo leuk. Daar gaat mijn bonnetje. Fijn. Ja. Maar deze schoenen waren €29,99 bij Van Haren. Ja. Dus ja, ik zeg, ik ben gewoon geslaagd vandaag. Wow, ja. Ik ben gewoon geslaagd. Ja, ik kan lekker wel. Zo. Dan gaat het allebei lekker mee naar boven, deze balletjes. Vind ik leuk. Dus even kijken of we erop gaan reageren. Deze gaat mee naar boven. Zo. Die daar. Deze heb ik gekocht. Dat is dus roerbak noedels met ketchup. Ja. Ontrouw is dan wel eens moeilijk met eten. Oh, daar heb ik het. Kijk. Ik wil zeggen, ik wil er wat groenten erbij doen voor hem. Heb ik sowieso voor mezelf granalen gehaald. Deze. En ik heb 2 maal shawarma dijfilet. Dat is lekker. Dat is lekker, lekker, lekker. En nou. Dan heb ik spekjes 4 keer. 2 gaat naar boven. Ideaal, maar ik ga het even anders indelen, want ik doe het gewoon fout. Ja. Ik doe het niet altijd fout, maar vandaag doe ik het gewoon even fout. Ik weet niet wat er aan de hand is bij mij, maar oké. Zo. Zo. Toppie. Afval meegenomen. Mandarijnen heb ik gekocht. Mandarijnen. Yep. Zo. Die zal meteen eventjes vullen. Juts. Hartstikke idee. Oh, Lady. Nou ja, dat kan ik gelijk nu doen, jongens. Hartstikke mooi. Kijk. Ik ga gelijk vullen. Deze is uit ellende. Valt het uit elkaar. Dus nee, dat vind ik gewoon niet fijn. Dat het als ellende uit elkaar valt. Dus dan ga ik het gewoon weer herindelen. Ja, herindelen. Waarom ook niet. Zo. Zo. En ik heb heel veel zalfjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kijk, 19. Ik heb 10 van deze dingen. Schandalig eigenlijk, maar nou valt er weer 1. Kijk, ik heb gewoon 10 daarvan. Dus ja. Lekker bezig, zeg ik maar altijd. Deze gaat ook gewoon lekker naar boven. Ja. Ideaal. En de buurman is lekker bezig met sporten, dus moet ook gebeuren, hè? Lekker sporten. Ja, zo. Dat was een vliegje. Zo. Kijk, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wacht wel even. Ik doe nu die betadine zelf zo. Kijk, kan ik weer wat meer kwijt. Ik kan zelfs hier meer in kwijt dan in mijn oude mandje. Jeetje, mina, jongens. Hoe doe ik dit zo? Dat ik er meer kwijt kan. Geen flauw idee. Echt, ik kan er veel meer kwijt. En dan in deze mandje. Ja, nou, die kan dus weg. Ja, die kan gewoon weg. Lekker. Opruiming. Dan heb ik hier dus nog een hele pak met verzorgingsproducten. Kijk, ja. Maar het slaat echt gewoon helemaal nergens op. Dat ik zoveel heb. Maar ja, ik krijg het ook allemaal in principe veel op mijn verjaardagen. Nou, en nou, ik heb al dus een halt toegeroepen van jongens, alsjeblieft, ik heb genoeg. Maar ze blijven het geven. Dus ja, dan moet je het ook wel ergens weer kwijt kunnen vanzelf. Dus ja, dan maar zo, hè. Dus ja, dan maar op een andere manier. Op deze manier dus. Verzorgingsproducten, ja. Zo. En heb ik nu net heel veel andere dingen gehaald. Kijk. Mijn andere mandje heb ik hier. Dus heel veel. Want laatst, iedere vrouw heeft er last van. Ongesteldheid. Maar ik dacht dus werkelijk waar dat ik dus nog hier in de mand had. Dus hè, ik heb een app op mijn telefoon. Dat is dus ja, voor als je dus ongesteld moet gaan worden. Daarom zeg ik al, elke vrouw heeft er waarschijnlijk wel last van. Of je moet in de overgang zijn geweest. Dan niet meer. Maar ik was dus in de veronderstelling dat ik dus nog had. Wat ik dus net al zei. Ik blijf een beetje in herhaling vallen. Dus ik vraag Ro, want ik zat dus op dat moment op het toilet. En ja, het was uitgebroken. Hè, joepie. Vlag hangt uit. Dus ik vraag aan Ro van, hebben we nog? Nee. Gloeiende. Maar ja, gelukkig had ik nog maandverband. Maar maandverband had ik helemaal niks. Maar ja, nu heb ik dus weer heel veel. 9 pakjes volgens mij. 9, ja. Mag niet liggen, het zijn er 9. Dus ik heb nou 9 pakjes hobby's. Dus ja, dus ik kan er nu wel weer even mee vooruit. Oh, daar zeg ik al, het slaat echt nergens op, maar soms ja, vind ik leuk. 32, zo, 32, zo. Zo. Dus ja, ik heb nu heel veel. 3. Oh ja, en eentje gaat naar boven, is waar ook. Zo. Zo. En dan gaat dus hier shampoo naartoe. Daar naartoe. Dat zeg ik, ik kan hier echt veel meer in kwijt. Dit is lekker, gewoon ruimte in één keer weer, hè. En ik hou van ruimte. En dat weet Roderick ook, dat ik echt van ruimte hou. Want anders word ik gek als ik geen ruimte heb. Maar hier kan veel meer in kwijt, jongens. Echt zo raar. Gewoon steeds meer. Dat ik gewoon heel veel ruimte heb in één keer. Wauw. Kijk, lekker. Dat zeg ik al. Ik heb gewoon ruimte. Ja, dat zeg ik al. Ik heb gewoon ruimte. Wat ik eerst niet had. Zoveel ruimte. Nou, die kan ook in principe nog daarin. Deze dingetjes. Zo, dan pak ik nog even de andere mand erbij. Hartstikke idee. Hola, jee. Dan pak ik nog even deze erbij. Hier kan ik het nog een en ander kwijt. Dat weet ik. Ik heb hier ook een beetje kleine spulletjes. Nou, dan kan dat hier weer bij. Zo. Ja, en als je dingen krijgt, ja, waarom niet? Hè? Zo. Die gaan lekker aan de voorkant. Die gaat lekker naar de voorkant. Die gaat aan de voorkant. Die gaat aan de voorkant. En dat zeg ik, het kan er nog allemaal weer bij. Schrik niet hoor, ik ben gewoon even aan het vloggen, dus... Daarom hoor je me ook even praten. Zo, ik heb weer een groep kwijt. Ja. Laat even zien hoe ik het in heb gedeeld aan jullie. Ja. Het is niet moeders mooiste, maar dit kon ik gewoon allemaal niet kwijt in die mandjes. Nou ja, je ziet het. Er zit zo'n kromming in, dus... Nou ja, dat heb ik dus zo gedaan. Dit heb ik dus zo gedaan. Ja. En nou de rest nog even uitpakken. Wat dus hier in zit. Pak hem maar. 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 Ga maar pakken dan. Ga maar pakken dan. Ga pakken dan. Niet doen, Lady. Lady. Klaar. Niet bijten. Nee. Pak hem dan. En pak hem dan. Pak hem dan. Jetty, pak dan. Kom eens hier. Pak hem maar. Pakken daarom dan. Hoe krijg je hem nou in je mand ook, hè? Hoe krijg je hem nou in je mand dan? Ga pakken. Ga pakken dan. Ga pakken. Lof, pak en pak je eigen ei. Ga maar pakken. Kom eens hier. Lof, daar je ei. Ja, pak hem maar. Ga pakken dan. Ga pakken dan. Ga pakken dan. Ga pakken dan. Ga pakken. Lof, ga pakken. Ga pakken dan. Moet ik even helpen? Ga pakken dan. Ga pakken dan. Ga pakken dan. Pakken. Ga je ei pakken. Ga pakken dan. Ja, nou, ik ben al eventjes thuis. Het is alweer bijna 20:30, jongens. Ja, het is alweer bijna 20:30. Ja, ik ga even... Ik heb al 2 bakjes vla gehad. Alpro vaniljevla. Ja, lekker. Het is nu nog veel te warm. Echt... Dus ja, ik ben een beetje lekker aan het bijkomen. En dan ga ik zo meteen even koken voor morgen en overmorgen voor Ro en voor mij. Dus, en kijk, ik heb hier lekker bezoek liggen. Hè? Nou ja, bezoek. Heb ik hier nog eentje lief liggen. Hey. Ben je mooi? Je bent mooi, wist je dat? Korrelbeestje. Kikkeboe. Kikkeboe. Wat is het dan? Ga je snuffelen. Nou, die heeft er weer zat van en die gaat lekker naar het balkon, denk ik. Ja, en ik ga mijn telefoon even opladen, want die is 26%. Dus niet handig. Nee. Dus ja. Nee. Je hebt het warm, hè? En dan gaan ze zwemmen. Kom. Kom. Ja, go. Ja hoor. Deze kant op. Denk even lekker makkelijk te doen. Ga ik nog een beetje door mijn enkel. Ook nog handig. Even door, kom. Nou, net was ik dus alleen eventjes met de twee zusjes. En dan ben ik even lekker alleen met Lady. Ja. Lekker, kom je mee? Ja, het is gewoon even zo lekker om ook gewoon even met Lady gewoon even door de week alleen te lopen. Zodat ik gewoon eventjes met de zusjes even lekker ook een beetje kan lopen. Want Lady vindt het helemaal niet erg. Dus ja, en dan ga ik lekker even met haar even lekker lopen. Heerlijk. Hé meisje? Jij? Ja. Vind ik leuk. Ja. Dat vind ik gewoon leuk. Ga je mee dan? Jij. En ze is zo lekker rustig ook. Dus dat is ook gewoon lekker. Dat ze gewoon lekker rustig is. Hoe ga je lopen? Hoe ga je lopen dan? Ga je snuffelen? Oh, je bent alweer dikker op. Het is ook zo'n lekker ding. Ja, geweldig. Ja, en net liep ik dus met de twee zusjes. Kreeg ik dus van een buurvrouwtje, en zij heeft dus ook een echte husky, kreeg ik een zakje Denta's. En haar hond die eet het niet. Dus ja, die heb ik dus nu en die krijgen ze zo meteen. Ja, is leuk. Ja, maar dat zien jullie dus nu. Bij deze, dames, ik heb wat. Ik heb wat lekkers. Dames, joehoe. Koek, koek. Ga zitten, alle drie. Blijf. Zitten. Ga eens even een stukje die kant op. Ja, zitten. Jut, nee, dames, ga eens even een stukje. Kom eens hier. Kom. Daar zitten. Zitten. Blijf. Blijf. Goed zo. Lady. Jij eerst. Ja, yeah, lekker. Eet smakelijk. Zeg maar buurvrouw bedankt. En zo, dankjewel. Doei. Nou ja hoor. Meneer zit in het huisje waar hij nooit zit. Hé, hey, Speedo. Je zit hier nooit. Een kat in bakkie. Oh, ga je eruit? Ja, nou, meneer gaat eruit. Maar je staat dus nu wel op beeld, hè meneer? Ja. Ik heb van de camera's afgekeken. Ja. Nou, daar zit hij dus nooit. Nee. Hij is een heel mandje. Gek beest. Ja, een hele goede avond. Ja, en alweer komt er weer een eind aan deze leuke dag. En ja, ik wou gewoon, willen jullie gewoon heel graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe dan vooral hier abonneren. Als je daar toch in de buurt bent, doe dan gelijk het belletje aan. Want dan blijf jij op de hoogte van alles wat wij online plaatsen. Dat is toch wat je wil? Ja, en doe dan een duimpje even omhoog. Dat helpt jou, maar mij ook, want dan kun je het weer terugvinden van, hé, die video vond ik leuk. Ja. En laat dan ook even een reactie achter. Hé, het is kleine moeite als je toch al bezig bent, ja, toch? Zie. Hey, ja, jongens, toch bedankt voor het kijken. En tot morgen maar weer, hè. Hey, doei! Doei.